Paranaas Housel, ex-directielid van de Centrale Bank, heeft vandaag het laatste woord gevoerd in de strafzaak tegen haar. De verdachte blijft volharden dat ze onschuldig is. Dit zei haar advocaat Merwin Dubois vanmiddag na afloop van het eerste gedeelte van de spraakmakende rechtszaak. In deze case staan Housel en de ex-governor van de moederbank, Robert van Trick, terecht voor het financieel benadelen van de staat. We hebben van de laatste gelegenheid gebruik gemaakt om aan te geven hoe we over de zaak denken en welke feiten en omstandigheden van ons belang zijn om de onschuld van onze cliënt te bewijzen. Dus dat heeft van mijn zijde ongeveer anderhalf uur geduurd en ongeveer ook anderhalf uur aan de zijde van Mr. Lobbe. En de rechter heeft het ook gezegd, we zijn beide heel uitgebreid ingegaan. Dus we hopen dat met die uitgebreidheid we dan de broodnodige overtuiging hebben kunnen overbrengen. Dubois zegt dat de verdediging hoopt dat de rechter met de uitleg van Housel en de juristen tot een rechtvaardige uitspraak komt. Hij stelt dat Housel niet achter de tralies thuis hoort, maar op vrije voeten moet zijn. De cliënt heeft aangegeven in de laatste woord dat ze blijft volharden in haar onschuld. Dat ze zich volledig aansluit naar hetgeen wij naar voren hebben gebracht. En dat ze natuurlijk hoopt dat aan deze nachtmerrie van haar een eind komt. En wij zijn de mening toegedaan dat als je kijkt naar de bedoeling van een procesverbaal en de vereisten die aan een procesverbaal worden toegekend, dat het procesverbaal alleen de feiten moet bevatten. Dus je dient je te onthouden van conclusies in een procesverbaal. Advocaat Raoul Lobbe heeft bij de behandeling van de zaak aangehaald dat het onderzoek een politiek tintje heeft gekregen. Dit zou komen door een politiefunctionaris die belast was met het opstellen van de politieverklaring. Housel zit al 13 maanden vast.